Ik heb je hier op het podium gevraagd, want jullie zijn tegenwoordig eigenlijk niet meer de eerste die bij een hartstilstand komt als ambulancedienst, zeg maar. Hoe is dat? Nou, daar zijn we heel blij mee. Voordat wij vrijwilligers hadden en voordat er een reanimatieoproepnetwerk was, kregen wij een melding en was er een alarm en moesten wij naar een reanimatie toe. En dan wisten wij dat onze aanrijdtijd er waarschijnlijk niet gereanimeerd werd. Onze centralisten die probeerden de melder te laten reanimeren, maar dat lukte soms wel, soms niet. Dus wij wisten gewoon, als we aankwamen, dan had het slachtoffer daar al vele minuten gelegen. En dan was het voor onze mensen een hele klus om dan nog te proberen om dat slachtoffer te redden. Tegenwoordig is het volledig omgedraaid. Er is een melding, tegelijkertijd worden er vrijwilligers gealarmeerd. En onze mensen weten gewoon dat er al bijna 100% zeker al gereanimeerd wordt. Ik vertelde het net tegen een collega van mij, toen wij in 2005 zijn gestart met de werkbesprekingen, toen werden wij bijna voor gek verklaard. En hoe kun je nou met vrijwilligers gaan werken? En tegenwoordig is het zo, als ik mensen tref, die zeggen, wij zijn blij als we aankomen, dan zien we fietsen liggen. En als er 4 fietsen in de tuin liggen, dan weten wij dat er goed gereanimeerd wordt. En we maken het is meer regel dan uitzondering dat we ter plaatse komen, dat er al een AED is, dat er al gereanimeerd is, dat er al geschokt is. En vaak maken we al mee dat mensen alweer bij kennis zijn wanneer ze de auto ingaan. Dus wat dat betreft zien we gewoon een hele vlucht die gemaakt is.